Eind 19e, begin 20e eeuw waren de hoogtijdagen van de Tilburgse textielindustrie. Bij de diverse productieprocessen was grote behoefte aan water, wat aan de andere kant ook weer leidde tot een grote stroom afvalwater. Dit werd zo geloosd op de voorste stroom. De verontreiniging was zo erg dat het water van de voorste stroom in Oosterwijk niet meer gebruikt kon worden voor de landbouw en de leerlooierijen. De voorste stroom gaat na samenkomst met de achterste stroom over in de Essenstroom. Dus ook hier werd het water op zeer ernstige manier verontreinigd. Afvalstoffen die in grote mate voorkwamen waren chroom, hoge zoutconcentraties, kleurstoffen, biociden en ook een zeer lage zuurgraad was kenmerkend voor het water. In 1913 werd een kort geding aangespannen tegen de gemeente Tilburg om de lozingen te stoppen. Dit kort geding werd gewonnen en later bij de Hoge Raad in cassatie nog eens bevestigd. Maar de boete, 1 gulden per dag, was zo laag dat de gemeente Tilburg die graag betaalde om de textielindustrie niets in de weg te leggen. Een argument wat de gemeente Tilburg naar voren bracht was: dergelijke wateren zijn van nature bestemd om er vuil in te werpen. Tot 1952 werden er diverse processen gevoerd tegen de gemeente Tilburg. Deze moesten in totaal 1,2 miljoen gulden betalen, exclusief de proceskosten. In Oosterwijk stonden talloze leerrooierijen, die ook loosden op de voorste stroom en zo meehielpen aan de verontreiniging van de voorste stroom en de Essenstroom. Het is nog maar 65 jaar geleden dat inwoners van Oosterwijk, die aan de voorste stroom woonden, een financiële vergoeding kregen voor de stankoverlast die de lozingen met zich meebrachten. En het is nog maar amper 50 jaar geleden dat je op een warme dag, als de wind een beetje verkeerd stond, de stank van de Essenstroom in het hele dorp kon ruiken. In 1970 kwam er eindelijk een wet die lozingen op oppervlaktewater aan banden legde. Ook de sluiting van vele textielfabrieken en leerlooierijen hadden een gunstig effect op de waterkwaliteit. Maar het kwaad was al geschied. Op de bodem had zich een zeer dikke laag giftige slib afgezet. In juni 2012 was men klaar met het uitbaggeren van de Essenstroom. Op 1 maart had men over de eerste 7,5 kilometer al 80.000 kubieke meter verontreinigd slib afgevoerd. Begin deze eeuw kwamen de eerste plannen naar buiten over de herinrichting van de Essenstroom. Dit was vooral een initiatief van Waterschap de Dommel. Uitgangspunten waren vooral bescherming bij hoogwater, verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en extra recreatie. In 2006 is het plan Ruiting gerealiseerd, als eerste deelproject van de Essenstroom. Het initiatief hiervoor werd genomen door de familie Van Zanden.
juni 2009 werd het tweede project opgeleverd bij Landgoed Nemelaar. Hier werd de Nemer opnieuw aangesloten op de Essenstroom. Die was met ruilverkaveling in de vroege jaren 60 komen te vervallen. De bodem van de Essenstroom bij Landgoed Nemelaar is in 2007 reeds helemaal schoongemaakt. Bijzonder aan het project is dat het water van de Essenstroom weer grotendeels door de Nemer gaat stromen. De Nemer functioneert hierdoor als een vispassage voor de barrière die de stuw daar in de Essenstroom vormt. Het derde deelplan, de Halse Beemde, is ondertussen ook gerealiseerd. De Essenstroom, inclusief stuw, zijn gewoon gehandhaafd. Langs de Essenstroom is een ruim 3 kilometer lange meander aangelegd. Een natuurlijke beek met stromend water en gevarieerde oevers. Vissen kunnen de meander gebruiken, zodat de stuw in de Essenstroom geen barrière meer vormt. In het beekdal worden verder nog poeltjes aangelegd en enkele bosjes, om beschutting te bieden aan amfibieën en zoogdieren. Niet alleen in onze gemeente, maar op heel veel plaatsen in het land wordt hard gewerkt aan natuurherstel. Dit is iets waar we zuinig op moeten zijn, zodat ook de toekomstige generaties hiervan kunnen genieten. Investeren in milieuvriendelijke energie is nooit te duur. Overlast door milieuvriendelijke energie is bijna nooit te veel. Schade door schaliegaswinning, waar miljoenen liters water vermengd met tienduizenden liters chemicaliën onder hoge druk de grond in worden gespoten, is onherstelbaar.